Oké, daar gaan we dan. Geef me de Blitstar. Ja, Blitstar, oké. Pak hem. En Vault Hunter. Hallo kijkers van Gaz Games, hier ben ik weer met een nieuwe video en zoals jullie zien zijn we op de Blitz Survival Games. Ik ben hier natuurlijk niet alleen, ik ben hier samen met het lange getal, oftewel Guido. 6613, 66613. Nee, ik heb een fout, ik deed 6-6. Ik heb 3 soorten leggings gekregen uit één chest en that's it. Kan je dat knippen alsjeblieft? Nee, dat ga ik niet knippen. Leggings achter, dan pak je die op. Oké, ik gooi ze, nu, hier, alsjeblieft. Oké, nice. Ja, en dan heb ik hier nog eentje voor je, alsjeblieft. Ja, nee, die... sexy pants. Ik zeg, wacht op mijn kid duft. Is goed, ik wil best op jouw kid wachten. Ja, free kid. Ja, toch? Ja, sowieso. Even kijken. Ja, toch, hier zit nog een chest, die wordt al gepakt door iemand. Er zitten hier wel wat mensen, ik weet niet wat het plan is. Deze zijn voor de free kid. Ja, ik denk het wel. Blaze 9, oh shit. Wat gaat die ene met het zwaard, daar vertrouw ik niet helemaal. Ik weet het niet. Ja, we kunnen hier letterlijk gewoon gaan staan wachten gewoon. Ja, oké, ik ga gewoon stilstaan. Kijken of ze wat doen. Nee, ze zijn gewoon friendly, jongens. Ze zijn friendly. Het zijn ook gewoon SpongeBob en Patrick. Daarom, ze zijn gewoon Gucci. Hey, en we gaan ze killen. Dank u wel en dank u wel voor de awesome... Oh, wow. Wow. Ik dacht dat we een team waren. Ja. Hier, ik heb nog wel speedbottles. Denk ik wel. Ja, voor de rest heb ik niet echt veel eigenlijk. Ja, dat was het dan. Oké. Even eten. Hier is iemand met een U-peert. Een U-peert, ja. We kunnen speed drinken en erachteraan gaan, maar ja. Dat, ja, maar hij is over het ijs zit nu al te gaan, hè? Ja. Oh, wacht, hier rent iemand. Ho, ho, ho. Oh, hier rennen er wel meer. Kill. Oh. Oh ja, deze moeten we ook hebben. In de backpack. Oh, in de backpack. Ik kom eraan. 3 HP, die heb ik wel. Ja, die hebben we wel. Ja, denk ik wel. Ik weet niet waar die heen wil gaan, maar die kan niet zo ver meer. Ga je nou speed nemen op het water? Ja, nee? Kijk deze vent. Die gaat nu achter jou aan. Wat moet je doen? Ik heb toch full HP met regen. Hoppakee. Ja, ik begrijp dat niet. Nee, ik ook niet, maar ik heb wel nu een mooie speler pickaxe. Ik heb een diamond helmpie, ik heb... Jij wil een body, alsjeblieft, jij mag een body. En dan heb ik hier nog, oh, die mag jij hebben, alsjeblieft. Oh, dankjewel. Die is wel handig, kijk maar. Ja, ik zag het. Zo, en dan heb ik, dan heb ik alles wel ready. Ik vind het een mooi gearsetje wat we hebben. Plausibel. Plausibel gearsetje. Wat betekent plausibel eigenlijk? Ik vind het wel plausibel, gewoon, ik vind het wel leuk, gewoon, oké. Oké. Iets in die trend. Ja, nee, oké, dat is duidelijk. Ja, toch? Hey, ik ben ook plausibel. Ja, oké. Ga je dat erin laten, niet eruit knippen, alsjeblieft? Ik zal knippen. Ik ga hier een speedbottle van nemen, want... Ik krijg hier een free kill. Dankjewel, oh. Shout-out naar jou. En die is dood, hoppatee. Ik zag er... Zo, die is voor mij. Ja, hij schrikt zich helemaal de tering. Oh. In de bek! Pak hem! 100%, kan niet anders. Die kleuren. Ja, een bloemetje. Ik heb geen boog. Oh. Wil jij blijven leven, AUB? Ik doe mijn best. Ik heb ook een bekerkit gekregen, blijkbaar. Ik heb een gouden appel en weet ik veel allemaal. Ik heb echt fucking veel rotzooi. Ik leg hier een hype en alles tussen, joh. Ja, leg hier ook een vishengel of een beter wapen. Nou ja, beter wapen hoeven we niet. Floor staat deze persoon. Ik wist het. Ik zag het al wel. Oh, daar zit Thorns op die kleding. Hier, ik heb voor jou een leggings. Hier, achter je ligt ze. In de rommel. Ja, maar er zit Thorns op die Florist kit. Oh? Ja, misschien is het wel handig. Maar, ja. Ik weet niet. Zeg maar, die hit die jij doet, krijg ook weer een hit weer voor terug. Dat is waar. Is Thorns altijd damage, zeg maar? Of is het gewoon ook zeg maar, zo'n half hartje wat af en toe eens een keertje intikt? Nee, volgens mij is het gewoon standaard als je een klap geeft, geeft hij een klap terug. Denk ik. Okay. Ik zie hier... Oh, Dylan is laatste man team. Speed. Let's go. Gouden appel. Go. Beam! Tijd voor een beam. Beam! Beam! Oh, I have speed. En hoppakee. Die is neer. En die is ook neer. Nice! Oké, dat ging lekker. We hebben de game weten te winnen, mensen. En we zien jullie gewoon weer in de volgende game.
Goed mensen, zijn we weer bij de volgende game. En ik ben nu bij een solo, want Guido moest nu gaan eten. Dus ik dacht van, weet je wat, dan ga ik lekker solo verder. En dan kijken we wat we kunnen doen. In ieder geval, we hebben de eerste game gewonnen. Dat is al vet nice. En dan kunnen we kijken wat we hier nog gaan bereiken in deze game. Ja, niet mijn favoriete map, maar wel eentje die we gewoon gaan spelen. Even kijken. Ik ga natuurlijk weer voor de Knight. En we zien wel wat we gaan krijgen. Het is lang geleden dat ik eigenlijk alleen een blitz heb gedaan. Ja, tenminste, die random kit van laatst heb ik wel alleen gedaan. Oh jeetje, ik klik zo hard mis dat ik gewoon helemaal niks heb. Dat is niet handig. Misschien kunnen we wel een kill pakken op deze lullige manier. Nou, die gaat lukken. Nee, oké, gaan we maar gauw doorrennen. Oh, deze is wel heel low AP. Kunnen we met de handen een kill pakken? Oh nee, hij gaat er vandoor. Hij gaat er vandoor. Als ik nu een zwaard had gehad, had ik hem makkelijk kunnen aanpakken. Nee. Oh. Nou ja, dan doen we het niet. Is eigenlijk ook best wel lullig, want ik vind dat ook niet leuk als het bij mezelf gebeurt. Maar, hè? Moet kunnen. Hop, en dan gaan wij gauw maar deze kant op. Ho, jeetje. Ik word gelijk aangevallen. Ik wacht lekker op mijn kit. Ik krijg tenminste gelijk een full gear setje natuurlijk met een stone sword. Dat is altijd wel handig. Ik kan niet wachten eigenlijk op de Knight 10. Dan krijg ik er een iron sword bij. Ik denk dat ik ook daadwerkelijk voor de Knight 10 ga. Ik weet het niet zeker. Ik heb onder de video van Duffy van laatst gekeken met jullie reacties allemaal. En ja, toch zit ik zo te denken. Kijk, Knight zit ik het dichtst bij de 10. Dus waarom zou ik niet doorgaan? Plus dat Knight op zich een goede kit is wat dat betreft. Dus ja, even kijken. We hebben ons gear setje. Dan gaan we even bekijken of we wat kills kunnen pakken. Ik zie hier wel iemand. Ik hoop niet dat hij het water in gaat springen. Dat hij gewoon gaat vechten of zo. Kom eens hier. Hé, blijf staan. Oh jeetje, wordt dit zo'n run game dat ik achter iedereen aan moet gaan rennen om een kill te pakken? Nee toch? Wat gaat hij doen? Ja, blijven rennen. Maar dude, je hebt zo geen kans. Als ik achter je aan blijf rennen, dan ga je toch niet in een kist kunnen komen. En dan ga je toch niet betere gear kunnen krijgen. Dus, oh jeetje. Zit er nou ook eentje achter mij? Nee, oké, dat niet. Ik dacht omdat die radar zo raar heen en weer bewoog, dat er misschien eentje achter mij zat. Maar het valt mee. We kunnen gewoon lekker doorrennen hier. Maar deze blijft ook rennen. Oh jeetje. Hij heeft spinnen, maar... Oh, nee. Oké, wegrennen. Er komt er nog eentje. Wat gaat hij doen? Die gaat met een boog. Kunnen we hem in de rug aanvallen? Zonder dat hij het door heeft? Kan dat? Dat kan zeker. Oh, jeetje. Zo, die boog van die vent is sterk. Oh, jezus. Ik kreeg gewoon 2 damage per keer. Oh, jeetje. Zit er nog eentje achteraan? Nee, oké. We kunnen weer verder. Ja, daar is het gevaarlijk. Die boog van die man, volgens mij had die Archer 9 of een Hunterbow of zo. Want hij deed pittig veel damage. Oké, hier loopt ook iemand. Kunnen we deze... Oh, hij heeft speed ingenomen. Hij heeft speed. Dat is niet best. Kijk, we kunnen hem pakken. Nee. Niet ook wegrennen. Niet doen. Oh. Hij probeert me alsnog te pakken. Oh shit, en nou moeten we gelijk door. Nee, rennen. Oh jeetje. Wegwezen. Ik heb in ieder geval regen, dus ik regen wat sneller als normaal. Maar deze kerel zit vast nog achter me aan, dus we moeten blijven rennen. Hier loopt ook weer iemand. Dat is zeker diegene waar ik er net achteraan zat. Die heeft nu ook gear weten te pakken. Zit hij nog achter me aan? Nee, oké. Het is weer veilig. Mensen zeggen nog steeds de hele tijd, Dylan ben je geband, Dylan ben je geunband. Ik ben helemaal nooit geband geweest, mensen. Dit was allemaal een prankie. En, wat gaat deze doen? Ja, we moeten maar gewoon met hem vechten. Kom op. Oh, nee, en dan gaat hij rennen. Wat, waarom? Oh, en dan ga je serieus het water in, dude. Oh, kom op. Yes, oké, die hebben we te pakken. Oké, dat ging goed. Deze body aan, deze eraan. Speed potions erbij. Een breaking bow, ja, nou hebben we niet zoveel aan. Even eten. Zo, deze erbij. En dan zo, kunnen we weer verder. Jongen. Ik dacht echt dat ik daar ging verliezen, maar ik heb het gered. Dus we kunnen nu mooi door. We zijn allemaal met z'n tweeën. Oh jeetje. Hij heeft ook speed. Hij heeft een gouden appel zelfs. Kom op. Oh jee. Nee. Oh ja, mensen, dit hadden we nooit kunnen winnen. Hij was te sterk. In ieder geval mensen, we gaan gewoon door naar de volgende game.
Mensen, zijn we dan bij de laatste game. En ik heb dit keer gekozen voor een solo no kit. Want ja, dan hebben we alle drie de game modes gehad. Dan kunnen we in ieder geval kijken wat er nog goed gaat. Ik bedoel, de eerste game hebben we gewonnen. Hier krijgen we op zich een lekker gear setje. Tenminste, voor het begin voor een no kit. En ja, de eerste hebben we gewonnen. De tweede ging niet helemaal perfect. Ik verloor natuurlijk net op het laatste moment tegen iemand. Omdat ja, hij was gewoon meer gestackt en hij had een beter zwaard. Dus daar konden we helemaal niks aan doen. En ja, dan gaan we het nu nog een keer proberen. Even kijken hoor. Ik moet wel iets van een wapen zien te vinden. Anders ben ik natuurlijk fucked. Zitten er mensen achter me aan? Ik geloof van niet. Heb ik hier een wapen? Nee, hier heb ik geen wapen. Dat is dan weer jammer. Misschien in de volgende chest. Die staat hier ergens. Hallo, chest. Nou, moet die ergens staan? Denk ik. Ik ben zo slecht in deze map, hè. Maar goed. Ik ga meestal direct naar boven. Oké, kijk. Hier hebben we een heerlijk wapentje. Geen mensen achter me aan. Kunnen we hier ook nog eventjes naar boven gaan en de loot proberen te pakken. En dan kunnen we gaan vechten. Hopelijk vinden we hier nog iets moois. Iets van een betere body zou nice zijn. Nee, boots. Dan gaat hier iemand naar boven komen. Die gaan we maar proberen te killen dan maar. Hij heeft wel lekkere leggings voor ons. Ho, kom op, kom op. Yes, die hebben we. Oké. Dan komt hier weer iemand. Shit, dan moet ik eigenlijk even snel leggings switch doen. Hoppakee, en een helmpje opzetten. Dit is mooi. Oké, hier komt weer iemand. Die heeft een body voor mij. Kom eens hier. Kom op, kom op, kom op, kom op. Yes, oké, de body hebben we ook. Oké, dat gaat goed. We hebben nu best wel een goed gear setje. We missen natuurlijk alleen een iron body. En dan hebben we max blitz. Maar dat doet er niet zo heel veel toe. Met de chain body kun je zat doen. Hoppakee, we trekken hem aan. We gaan hier even nog inkijken, want dat hebben we nog helemaal niet gehad. Een slowness bottle. Meh, heb ik niet per se nodig. Er gaat wel iemand naar boven komen, zie ik. Dus we pletter even die slowness bottle op zijn hoofd. En hij heeft wel de iron body. Hij heeft de iron body voor ons. Kom op, geef ons de max blitz. Ja, dank u wel, meneer. Hoppakee, we hebben max... Oh nee, boots nog niet. Nou ja, boots doet er niet heel erg veel toe natuurlijk. We gaan even onze inventory goed zetten. Hoppakee, die daar. En dan gaan we door. We hebben al 3 kills, gaat lekker. Dus misschien gaat dit nog wel wat worden. Ik zie hier ook weer iemand. Kunnen we die gaan fighten? Oh shit, moet ik wel mijn goede wapen pakken? Nee, 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 nee. Oh jeetje, ik maak daar zo'n grote fout, hè. Ik ging gewoon met mijn kompas slaan. Als ik dat niet had gedaan... Oh, ik heb ook normaal mijn zwaard op 1 staan. Dus ik drukte nu op 1 en pak ik mijn kompas. Oké, even regen en dan kunnen we weer met hem fighten. Want hij had maar een wooden axe. Dus wat dat betreft zou ik het moeten kunnen winnen. Oké, even doorrennen. Doorrennen, doorrennen. Ja, kan hem... Zit hij nog achter me? Ja. Oké, we gaan het gewoon proberen, we gaan het gewoon proberen. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Hoppakee, oké, die hebben we ook. Nice. Oeh, dat ging net goed. Hebben we Iron Boots? Ja, die hebben we ook. Max Blitz, hoppakee. Nou is het denk ik maar naar de spawn toe gaan. Kijken of we iets met de Blitzstar kunnen fixen of zo. Er zitten nog meer mensen bij spawn. Dat zie ik wel. Oké. Er zitten hier mensen. Er zitten hier mensen. Ja, oké. Ik zie er één. Ik zie er één. Op zich gearwise zou ik het moeten winnen. Hij gaat er ook vandoor. Dus hij laat mij op zich gewoon alleen bij de spawn. Dat is niet heel erg slim van hem. We hebben nog 38 seconden. De Blitzstar komt er dus aan. Als hij hier mij de free vault hunter geeft, dan kan het wel eens zijn dat ik hier zou kunnen winnen. Maar hopelijk zit hij dan wel in de span. We blijven hier gewoon wachten totdat iemand eraan komt. En anders gaan we gewoon de Blitzstar looten. We hebben nog 20 seconden hier. Ik denk alleen, waar zijn ze allemaal? Voor mij zitten ze gewoon daar te vechten ofzo. En ja, die gozer rent ook gewoon weg. Terwijl de Blitzstar was gewoon binnen nog niet eens een minuut. Dus dat is eigenlijk het domste wat je kan doen. Tenzij hij nu zo meteen nu nog hier weer aankomt gerend en mij ja, gaat proberen te killen terwijl ik de Blitzstar pak. Oké, daar gaan we dan. Geef me de Blitzstar. Ja, Blitzstar, oké. Pak hem. En Vault Hunter. Wat gaan we pakken? We pakken deze leggings. Hoppakee. Zo. Nu zijn we best stacked, al zeg ik het zelf. Oké, die gaat er vandoor. Hij probeert met mij te vechten. Oké, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Kom op. Oké, hij gaat gelijk achteruit. Dat is niet heel erg slim van hem. En daar komt ook nog eens de andere persoon. Pak hem, pak hem, pak hem. Oh, hij geeft me een free kill. Awesome, man. Thanks. Zeker nice dat hij mij hier een free kill geeft. We kunnen hier alleen niet enchanten. Hebben we een boog? We hebben wel een boog. Oké, boog kunnen we ook nog gebruiken. Ja, ze gaan er nu allebei vandoor. Ik heb wel echt zieke leggings van de Vault Hunter. Dus we gaan kijken wat we dan in de deathmatch kunnen doen. Hun gaan er vandoor. Hij zegt Dylan screenie. Nou, we gaan geen screenies in game doen, man. Dat kan wel in de lobby zometeen. Ga nu maar lekker rennen en wachten tot we gaan vechten zometeen. Hop. Oké, nog een arrowtje raken. Kunnen we er nog een raken? Nee, die schieten we tegen een boom aan.
Oké, dan is het gewoon wachten op de deadmatch, denk ik. Of we kunnen er hier nog eentje pakken. Gaat die wegrennen? Ja, ze rennen allemaal weg. Nou, dan is het gewoon in de deadmatch. Ik moet wel zeggen, ik ben aardig stacked met mijn awesome diamond leggings. Ja, we gaan maar kijken wat we hier gaan doen. Ik ga tand callen zo. Even kijken. Ja, tand. Potion innemen. En dan gaan we hier maar heen. Ik weet niet waar die laatste zit. Even kijken. Hier zit er eentje. En daar zit er een. Ik krijg hier een free kill, dus die gaan we snel pakken. En hoppakee. En dan gaan we met deze vechten. Good luck. Oh, jeetje. Jeetje, 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 jeetje. Ja, we zijn hier gewoon keihard geowned, inderdaad. Jeetje zeg. We gingen zo lekker. We hadden de Vault Hunter. Maar hij oont ons hier gewoon keihard. In ieder geval, mensen. Ik wil jullie allemaal weer bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Blitz. Hopelijk vonden jullie het wel leuk. Doe dan eventjes een blauw duimpje omhoog. En mensen, ik zie jullie weer in de volgende video. Later, mensen.